Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en dit is weer de volgende video van Disney's Epic Mickey. In de vorige video zijn we begonnen. We zijn door een of andere schim hier in Geweestland ingezogen. En we moeten nu Mickey helpen om weer terug te gaan naar waar hij thuis hoort. Terug naar waar hij weer Mickey Mouse films kan maken. We staan hier bij het einde van dit leveltje. Dat kun je zien doordat hier die schimmen zijn. We hebben hier... Ja, dit is het kasteel van Doornroosje. Of Torenroosje zou ik moeten zeggen. En die gaan we nu verlaten. Nu gaan we voor het eerst in een projector springen. En komen we achter wat deze projectors zo speciaal maakt. Zullen we dan maar eens gaan? Ja, projectorschermen zijn eigenlijk korte leveltjes gebaseerd op oude korte filmpjes. Of ja, op oude filmpjes, vooral korte films van Mickey Mouse en ook eventueel Oswald. Oh, moet ik ook wel goed springen. Nick, je hebt een dubbelsprong, maak er gebruik van. Zoals ik al zei, alle e-tickets helpen. Het zijn eigenlijk korte 2D levels. Korte 2D segmenten. En deze eigenlijk zijn significant omdat ze aangeven dat transities tussen bepaalde werelden. En in deze levels kun je ook de derde type collectible verzamelen die we moeten hebben. Zoals je ziet hieronder zie je een film reel of gewoon een stuk, eigenlijk een film zoals je die in bioscopen vroeger had en nu waarschijnlijk nog steeds. Als we hier doorheen gaan komen we hieruit en hier zijn er in totaal 36 van. Dit zijn ook die je moet verzamelen en als je hier er genoeg van verzamelt, je hoeft ze niet allemaal te verzamelen, krijg je ook echt daadwerkelijk voor het spel waardevolle dingen. Je kunt ze niet allemaal in één keer verzamelen. Niet in één run in ieder geval. Daarvoor zul je jammer genoeg 3 keer door het spel heen moeten gaan. Om dat te doen. Want er zijn een paar waarbij je keuzes moet maken. Maar je hoeft ze niet allemaal te verzamelen, want ze geven upgrades, ze geven ook nog 2 speciale cadeautjes die bij dit spel inbegrepen waren. Als je bij weer zo'n project komt, kom je aan het einde van dit level. En als je er dan ook in gaat, ga je naar een totaal ander gedeelte van de wereld. Ah, nog een gremlin. Chesto. Niet te vergeten, of niet te verwarren met de DJ. Want ik weet niet of hij goed muziek kan maken. De deuren zijn gesaboteerd. En hij geeft ons een missie. Karakters in dit spel zullen je een missie geven. Zullen je een opdracht geven om te doen. Die kun je vervullen of die kun je negeren of die kun je tenminste het totaal tegenovergestelde doen. Hier is weer een keuze. We kunnen die deur forceren door hier deze middelste te vernietigen. Maar hij wil graag dat wij deze tandwielen in doen. En dit is eigenlijk een beetje het adventure element wat in het spel zit.
Ook al is het niet echt een adventure spel. Ja. Haak die stoom niet aan. Ja, bla bla. Ja. Stoom doet niet echt schade volgens mij. Volgens mij geen schade, maar ze kunnen je wel in één keer wegrammen. Met jouw unieke talent om verf te creëren. En hij geeft ook ons onze volgende missie. De eerste missie was gewoon om verder te kunnen gaan. Deze volgende missie is om kun je weer iets, een goede daad verrichten om iets te, uiteindelijk te krijgen. Ja, maar hierin heb je dus dan ook enigszins een adventure element. Je kunt dus dingen doen om eigenlijk avontuurachtig iets. Ja, je moet hier die verfdingen dus overal waar stoom uitkomt, of beter gezegd waar continu stoom uitkomt. Oh. Daar heb je hem weer. Splatters worden ze in het Engels genoemd. Zat hier ook niet ergens een... Nou, hier krijgen we dadelijk de uitleg van hoe de camera werkt, maar zoals ik jullie al verteld heb, werkt die op de 4-punt druktoets en kun je daarmee... Oké, camera. Ja, hier heb je weer een keuze van hoe je mee kunt werken. Ik weet het. Oh ja, dat is nog iets anders, wat wel eventjes bedankt voor het aandenken. Als je op de 1 knop drukt, ga je in first person mode, of in eerste persoons. Nu kijk je door de ogen van Mickey en kun je gewoon om je heen kijken. En daarmee door de wereld. Nou, het is niet iets wat ik heel vaak gebruik, of beter gezegd vrij weinig gebruik. Maar ja, je kunt daar namelijk ook niet bewegen als je dat doet. Ik weet al ongeveer wat ik kan doen. Hier zit volgens mij, yep. E-ticket. En ik kan die tandwiel altijd nog herstellen. Dus het is geen gedane kwaad. Maar het eigenlijk essentieel van dit spel is dat dit eigenlijk een lineaire platformer is. Met nadruk op lineair. Want als je eenmaal in een gebied bent geweest, kun je, of als je een level hebt gehad, kun je niet meer terug. Dus heb je iets gemist, dan kun je niet meer terug uitgaan om het alsnog te volbrengen. Dan zul je moeten wachten totdat je het spel hebt uitgespeeld en weer opnieuw bent begonnen, om ook dat weer te kunnen gaan doen. Oh. Hier leer je van de dubbele sprong, wat we ons eerder ook al verteld is. Eens even zien. Hiermee, ja. Maar zoals ik al zei, als ik hier dadelijk door de deur heen ga en ik heb niet al die pijpen ingeverfd, dan, ja, dan mis ik dus die missie en dan faal ik die missie. En dan wordt het dus als een niet afgerond beschouwd. En ja, dan moet ik dus wachten tot de volgende keer om, ja, alsnog te kunnen afronden. Dus, en daar ligt ook echt de lineariteit in. En dat vind ik, aan de ene kant zou je zeggen van, ah, waarom doen ze dat? Dat is nou slecht, dus hoe doen ze dat? Ik vind dat juist een van de sterke punten van dit spel. Ik vind gewoon de lineariteit gewoon om keuzes te maken. Om niet er al te snel er doorheen te gaan. En echt rustig de tijd te nemen om alles te doen. Ik vind dit ontzettend fijn. Dat hoort alleen bij een noodgeval afgesloten te zijn. Schijnbaar. En nu hebben we een spetter. Deze spetter kunnen we weer verslaan of bevrienden.
Maar natuurlijk kunnen we het beste bevrienden. En nou zul je ook zien dat als een spetter bevriend is, zal die je helpen. Als een vijand je bevriend is, zal die je helpen bij het verslaan van andere vijanden. Alleen ze zijn niet altijd even snugger. Ja, ik vind het wel ontzettend mooi. Ze hebben toch wel enigszins karakter, die spetters. En dat zul je straks ook nog meer terugzien. Omdat ik dus die Tiesto geholpen heb. Met zijn missie. Verdien ik nu deze sketch. Hij maakt dit voor mij open, zodat ik deze sketch als het ware krijg. Dat is dus ook weer de keuze van, hey, doe je deze opdrachten of doe je ze niet? En daarom moet je ook goed opletten, want soms is het niet duidelijk wanneer iets een einde is of wanneer wel. Meestal zie je einde van een level aan dat er van die peuten en wachters rondlopen. Maar vaak heb je dat ook weer net niet. Nu liep ik ook weer door een einde van een volgende ding. Ik kan niet meer terug. En dit gedeelte geeft ook weer aan wat de inspiratie is van dit spel. Het is niet specifiek een Disney-omgeving. De inspiratie is eigenlijk zijn de themaparken, de attractieparken van Disney. Dit hele spel, dit hele land, deze hele wereld hier. Dat zag je ook in de beginvideo, hoe de layout was van alles. Is heel erg gebaseerd op de attractieparken. En dat is wat dit spel ook zo. Als ze te dichtbij komen, kun je ze een opdonder geven. Om ze even van jou af te houden. Zodat je in ieder geval. Maar geef ze niet al te veel opdonders. Auw, daar was ik even niet aan het opletten. Oh. Je hebt nu echt een gevecht tussen allerlei spetters en zieners. Kijken of ik er nog een aantal kan bevrienden. Er is er nog eentje voor de. Ah, jammer. Dat is nou jammer. Kon ik hem niet bevrienden. Ah, dan zie je ze weer wegrennen. Hop, loop. Maar de attractieparken zijn eigenlijk is de basis van deze hele wereld. Zoals je ziet, hier die spetters, of die wachters en die peuten. Die geven vaak aan dat je niet verder kunt. Oké. Laten we eens met hem eerst praten. Want hij geeft ons onze volgende missie. Dank voor het afrekenen met schimmelingen. Tijd hebben. Er zijn hier nog andere attracties die je. Ja, zoals ik al zei, de attracties zijn de basis. En de gremlins proberen deze in stand te houden. Maar vanwege de Tinner incident zijn alle attracties enigszins. Ja, gebroken.
En dat vind ik ook zo mooi. En daar valt ook weer de e-tickets op. De e-tickets waren vroeger eigenlijk je kaartjes om in attracties te kunnen. Voordat Disney mee begon om toegang moest betalen om überhaupt het park in te kunnen. Deze eigenlijk vroeger voor iedere attractie moest je betalen. Je kon gewoon gratis het park in. Oh. Maar voor iedere attractie moest je dan weer opnieuw betalen. En daar zijn de e-tickets. De e-tickets hebben echt totaal niks te maken met elektronica. We moesten een moersleutel vinden, hè? En die zit in de cup met de rode rand erboven. Dat is hier. Die vind je hier. Oké, nu kan ik ook enigszins uitleggen wat de wachters waren. Wat ik in de vorige video al aan bod kwamen. Dat zijn die blauwe en of groene bolletjes. Als je dingen inkleurt, dan zie je linksboven. Zie je de meter vol lopen. En daarmee krijg je van deze wachters. Blauwe zijn tinten, groene zijn peuten. Je zou kunnen zeggen van, hey, als ik dan nu één blauwe heb en vol heb, kan ik dan aan een groene beginnen? Nee, je kan alleen maar of 1, 2, 3 blauwe hebben of 1, 2, 3 groene. Zodra je tinder gaat gebruiken, zie je dat de meter af gaat nemen. En pas als hij helemaal leeg is, kun je ook daadwerkelijk van de andere kleur wachters op gaan roepen. En ja. Dus je hebt of een blauwe, of je hebt of tinten of peuten. Dus om mee verder te werken. Ik kan eigenlijk alle missies hier negeren, maar ja, dan mis ik weer een hele hoop collectibles. En toch wil ik ze graag, die collectibles, op een of andere manier wil ik ze toch wel hebben. Ik ben nooit echt iemand die collectibles verzamelt, maar in dit spel, op een of andere manier vind ik het toch leuk om al die pinnen en alles te zoeken. Het zijn er niet zoveel en je hoeft er ook niet echt, repetitieve dingen voor te doen, als het ware. Het is gewoon onderzoeken. Het is gewoon zoeken door de wereld heen. En vind ze. Dus dat vind ik ontzettend gaaf. Het zijn geen achievements, als het ware. Het zijn echt gewoon puur collectibles. En je hebt er geen duizenden van. Dus, Oké, hij stuurt ons door naar het volgende objectief. En daar moeten we naar die pomp gaan. Maar nu dat de olifanten zijn... Oké, al deze attracties zijn weer gedaan. Daar moeten we dus... En nu is deze opdracht ook weer bijgewerkt. We kunnen hier die olifant nog eventjes aanvullen. Even wat puin ruimen. Krijgen we nog wat e-ticket voor. Want die hebben we ook nodig. We kunnen de olifantenattractie hier gebruiken om, als het ware, omhoog te komen. Eigenlijk, dit is weer het platformer gedeelte. En met verf en verdunner kun je dus je platformen maken of obstakels verwijderen. Even wat puin ruimen. Ja, ik noem het puin ruimen, maar eigenlijk is het gewoon alles afbreken. Dus, Hopla, hier dat nog even doorheen. Oké, tandwielen. Tandwielen, deze staan vooral dicht. Zoals je al in het begin of in de eerste video zag, helemaal bij de eerste tandwiel. Zodra ze niet ingevuld zijn, draaien ze niet. Daarachter zie je hem draaien.
Maar deze staat nu verkeerd. En eigenlijk willen we een stilstaand platform hebben die... En ik was te laat. Die horizontaal is. Begin met op tijd met uitdunnen, want anders staat hij nog verticaal. En nu... man, ik weet niet of dat wel goed is. Oeh. Maar in ieder geval... Ah, ja, dacht ik wel. Ik moet hoger. Damn. Mijn platform is niet echt geschikt. Nee. Ga terug uit. Mijn platform, zoals je al ziet, als die platform niet goed is, dan krijg je je schets ook niet echt mee. Dan kun je je camera draaien zoals je wil. Ah, die is beter. En nou kan ik deze stilzetten. Oeh, die is nog wel enigszins scheef, maar... Ja, ik kom in ieder geval daar waar ik zijn moet. En... oh ja, deze moet ik ook weg verdunnen. Of niet? Nee, niet. Ik moet hier boven... Brug moet blijven. Want daar moet ik bovenop springen. En dat ik dat verdund heb, was niet zo'n goed idee. Kom op. Oké. Laat ik hier weer eens bijverven, want dan krijg ik mijn peuter, of niet mijn peuter, mijn tint krijg ik dan terug. Yep. Dus waar was ik ook alweer gebleven? Ja. Nu ben ik hierboven. Oh ja, we kwamen hier aan bij de pomp. Pomp zijn speciale dingen. Dit is een pomp voor verf en een tinner. Standaard uitrusting bij de meeste attracties, weet ik. En die zullen we ook vaak nog tegenkomen. De pomp heeft eigenlijk twee tanks. En je kunt maar één van de twee echt daadwerkelijk vullen. Net zoals je meter voor de wachters. Kan je alleen één tank vullen. Als tank aan de andere kant geheel leeg is. Dus mocht je al een gedeeltelijk hebben. Gedeeltelijk gevuld hebben met tinner. Zoals ik het. Oeh. Niet al te hard. Dan kan ik hem nu wel vullen met verf. Maar de verf zal eerst de tinner doen oplossen. Je kunt. Hé, hey, toch niet? Oh, dan. Oh! Mijn fout. Hij wordt op het einde. Dus het is niet zoals hij. Als de meter. Maar wat wel zo is, is dat. Afhankelijk van welke kant je de tank vult. Dus of je hem met verf vult of met tinner. Zul je de attractie repareren of mollen. Je doet daar een wat minder leuke. Minder goede oplossing of juist een slechte oplossing. Want als ik. Als ik die nu met tinner gevuld zou hebben, zou deze attractie op hol slaan. En omdat ik hem met verf gevuld heb, slaat die attractie niet op hol. En daardoor geeft Kremlin Tim mij deze schatkist. Daarom wil ik ook die attractie nu vullen met verf. In de volgende speelde een doorspeling, als ik die attractie toch al ben geweest, of als ik die pin toch al heb, dan kan ik hem wel vullen met tinner hoor, als het moet. Maar meestal zal ik hem gewoon overslaan. Oh. Even de camera bijdraaien.
Want ja, eigenlijk hoef je dit allemaal niet te doen. Het is puur en alleen om die punten te krijgen wat ik nu heb. Daarvoor doe ik het. En ik wil graag al die pinnen toch wel zien te verzamelen. Dus en net zagen we ook al bij die platformen die we aan het maken, bij die draaiende tandwielen, dat hieronder zit een sketch. Een schets als het ware. Eigenlijk een stukje artwork. Want dat is wat die dingen doen. Opgeven. Oeh, ik heb al twee tinten. Daar zit hij. En nou moet ik daar... Nou, waarschijnlijk was ik beter als ik van de andere kant was gekomen. Maar, dubbelsprong met een draai erachteraan. Haal ik het ook wel. Oké. Laten we dan nu maar eens verder gaan. En daarmee heb ik dus... Zoals je al ziet, hier is het einde van dit level. Als ik hier aan voorbij ga, kan ik niet meer terug. Dus als je die bronzen pin en deze schets gemist hebt... Oké, dan moet je weer wachten tot de volgende volgende keer dat je doorspeelt. Met die tinten, daar zijn, en die wachters, zijn nog meer dingen, maar daar ga ik het later over hebben. Want we komen nu toch wel enigszins aan het einde van deze aflevering weer, van het einde van deze video. Ik zal nog alleen deze deur openen. Oh ja, dit is weer... Hier heb je ook weer een keuze om de... Hoe je de... Ja, eigenlijk voortgang gaat maken. Je kunt tinder gebruiken om deze pijpen op te lossen. En daarmee forceer je de deur open. Of je kunt verf gebruiken om deze hippo's te repareren. En daarmee gaat een deur eigenlijk weer normaal functioneren. Boten die op de kop liggen zullen zinken. Dus blijf daar niet al te lang op hangen. Ik ga nu de hippo's repareren. Dat is wat ik ga doen. Oh. Okay. Daar hebben we nog iets. E-tickets als het goed is. En verf heb ik ook nodig. We hebben nog één ticket. Wederom een boot die op de kop ligt. Dus blijf er niet te lang op. Want die zinkt en dan kom je in de tinder terecht. En wat ik al heb laten zien. Als je in de tinder terecht komt. Dan is dat ook het einde. Als het ware. Maar goed, laten we hier aan voorbij gaan. En dit stukje level ook afsluiten. Als ik dan hier eenmaal op terecht kom, dan moet hij weer mijn volgende checkpoint. Alleen is het wel vreemd dat ik daar terecht kom. Wat is dat voor lawaai? Ja, en hier zie je ook maar weer dat als er dit soort tussenfilmpjes komen, Mickey altijd teruggezet wordt op een standaard positie. En hier laten we weer een nieuwe soort vijand zien. Ja, het spel blijft continu nieuwe dingen op je afbrengen. Dat vind ik toch wel altijd, zelfs tot aan het einde toe, komt het altijd weer met iets nieuws. En dat vind ik het goede aan het spel. Het wordt niet repetitief. Als het ware. De bijkomt probeert hij je de rivier in te vegen. Vandaar de naam Veger. Ja. Maar daar meer over. Zoals je ziet, ik sprong eigenlijk daar bovenop. Maar nu word ik teruggezet hierheen.
Dat is niet waar ik eigenlijk begonnen ben. Maar goed, dit is het einde van deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. In de volgende video gaan wij verder de Asia Boat Tunnels door. De Boat Ride, deze attractie door. Wat gebaseerd is op It's a Small World van de Disney attractieparken. En dit zijn dan de Azië tunnels als het ware, volgens mij. Maar in ieder geval bedankt voor jullie voor het kijken. En ik hoop jullie weer in de volgende aflevering terug te zien. Doei!